Ja, die ziekenhuizen die lopen vol, Maaike. En in Limburg is het helemaal erg. Daar kunnen ze het nauwelijks aan. En ze zeggen ook dat ze bijna geen patiënten kunnen overdragen aan andere ziekenhuizen. Nou, demissionair zorgminister Hugo de Jonge die dringt aan op een eerlijke spreiding tussen de ziekenhuizen. Het is heel erg druk in die ziekenhuizen. Dus laten we alsjeblieft alles op alles zetten om te zorgen dat we met elkaar ook zorgen dat die ziekenhuizen het minder druk krijgen. Voor de ziekenhuizen zelf geldt, zorg dat we de patiënten eerlijk verdelen over alle ziekenhuizen van Nederland. We hebben veel patiënten, maar we hebben op zich ook best veel ziekenhuizen. Dus als we het eerlijk verdelen met elkaar, als iedereen zijn fair share pakt, ja, dan lukt het ook om de zorg voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden. Onze toezichthouders heb ik gevraagd daar ook extra goed op toe te zien. Nou, al die dingen die we zelf kunnen doen om het aantal besmettingen te verminderen, doe dat ook. Ja. Worden er in uw ziekenhuis mensen uit de regio Limburg opgenomen? Nou, nee, want ik zit in Zuidwest-Nederland en wij zitten ook op een plus fair share. En eerlijk gezegd was het in Limburg nog meer in de plus. Hm. Maar jullie zitten al aan de max? Ja, wij zitten eigenlijk, iedere dag krijgen we netjes een overzicht. En dan zie je ook dat Limburg zat, dan wordt het gekeken op fair share, plus zeg maar 20 op de IC. En Zuidwest-Nederland zat op plus 10. Ik weet niet precies de... Maar en andere regio's in de min. En daar gaat dat landelijk coördinatiecentrum, moet dan daarheen verdelen. En welke regio's zijn dat dan die in de min zitten? Nou, toentertijd was het in ieder geval Noord en Midden. Maar dat wisselt natuurlijk waar het op dat moment het drukst is. Gisteren zei de zorgautoriteit ook nog, kwamen met een verklaring waarin ze zeiden, er zijn ziekenhuizen die kunnen nog wel mensen opnemen, maar ze doen dat niet. Vindt u dus dat ziekenhuizen daarop aangesproken moeten worden van, ja, jullie moeten gewoon meewerken? Ja, maar ik ga... Kijk, iedereen die wil meewerken, het is natuurlijk ook niet zo, het zijn geen pakketjes, hè, die je maar even doorschuift. Als het op een gegeven moment bij jou voor de spoedeisende hulp staat, heb je te handelen. Hm. Dus al die patiënten die daar staan, soms in rijen ambulances, die moeten worden opgeleid, die worden beademd. Dus dat is op dat moment ongelooflijk veel werk. En dat daarna dan gespreid wordt, weet je, maar dat is natuurlijk, en dan moet dat in een MICU, hè, een mobiele IC-unit. Nou, daar hebben we er ook geen tientallen van. Dus even bij ons is het vaak ook druk in de regio en bij ons in het ziekenhuis. Dan meld je aan voor overplaatsing naar een plek waar het nog wel kan. Maar dat is vaak na 6 of 8 uur is zo'n patiënt dan weg. Dus dat betekent nog steeds heel veel drukte. En dat is ook niet te voorkomen dus eigenlijk? Nee, want die patiënten die komen natuurlijk toch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Waar soms ook al, ook bij ons in de regio, spoedeisende hulpen soms even moeten sluiten. Ja. Ik heb ook verhalen gehoord van ambulances die 1,5 uur rondrijden op zoek naar een ziekenhuis. Ja, want soms vraag je je, kan ik even worden ontzien als ziekenhuis? Dat hebben wij ook wel eens gehad. Soms, en je hoopt natuurlijk dat dat echt niet allemaal tegelijk is. Want allemaal tegelijk willen ontzien is allemaal open. Maar wij hebben ook situaties gehad dat er gewoon 5 ambulances voor de deur staan. En de spoedeisende hulp helemaal vol. En dat is recent? En dat zijn die situaties waar Limburg aangeeft. Ja, ja, jongens, dit komt voor. En dat is recent? Dit is vorige week bij ons ook nog gebeurd. Ja. We gaan straks meer praten over de situatie in de ziekenhuis.